Hoi, ik ben Constantijn. Hoi, ik ben Merel. Hoi, ik ben Annabel. Hoi, ik ben Joep. Hoi, ik ben Sherry. We zijn hier op de Vrije School in Den Haag. Ik zit in de 12e klas en samen met mijn klas doen we het project Duurzame Ontwikkeling. We richten ons hierbij op duurzame voedsel. In het kader hiervan doen wij het project Green Canteen. Dit project, deze organisatie, houdt zich bezig met duurzaam voedsel en eten in de kantines van scholen. We gaan nu kijken hoe het er hier op de Vrije School aan toe gaat. Waar denken jullie aan als jullie het woord duur of de woorden duurzame ontwikkeling horen? Nou, ik denk bijvoorbeeld iets maken, maar dan tot het zonder milieuvervuiling is. Oh, oké. Okay. In ieder geval iets wat goed is voor het milieu. Sorry? In ieder geval iets wat goed is voor het milieu. Wat zouden jullie vinden van een duurzame kantine hier op school? Fantastisch! Echt onwijs goed idee! Ik ben geen sausijzenbroodjes meer, weg ermee, bami en tofu repen. Juist. Geweldig! Heerlijk! Ja, doen, meteen doen! Waarom is het dan nog niet? Fantastisch! Oké, okay. En waarom dan precies? Nou, het is hartstikke gezond. En ik ben veel te dik, kijk. Veel te dik. Dus beter van nasi en tofu. En dan kunnen onze leerlingen zich beter concentreren. Precies, omdat ik minder dik ben. Ben je er zelf ook voor om bijvoorbeeld biologisch te eten? Doe je dat thuis? Ja, we proberen het wel zoveel mogelijk en ik vind het wel beter, maar zoveel het kan. Okay. Maar niet dus. Wat vind jij van duurzame ontwikkeling? Ik vind het belangrijk. Zo houden we onze aardbol een beetje heel. Ja, anders, Maar wat zou jij er dan van vinden? Als onze kantine een groene kantine werkt, dus biologische broodjes, biologische vleesproducten, biologische snoepjes. Als de rest van het eten vind ik het prima, maar ik blijf bij de kroketten en de frikandellen, het spijt me zeer. Dus de kantine zou eigenlijk klant verliezen hiermee? Ik vrees het nou. In ieder geval, ik zou minder gaan kopen. Dus, en meer naar de Albert Heijn, Turk? Ja, precies. Okay. Ik vrees het wel. Helaas. Ja, ik ben heel ongezond, dus... Ja, dankjewel. Voor ons project hebben wij ook een test gedaan onder de leerlingen op onze school. We hebben ze biologische en niet-biologische producten laten proeven. En dan moet je denken aan kaas, ham, chips, chocola en appel. En we hebben ze vervolgens gevraagd wat zij nou eigenlijk lekkerder vonden en of ze überhaupt wel verschil ertussen proeven. Dat gaan wij nu dus filmen. Die heeft meer smaak dan die. Die heeft een harde borst en die is veel zachter en smeriger. Proef je echt duidelijk verschil? Ja. Deze buur. Die heeft zeker meer smaak. Ja, maar die is minder smaak. Zachter en zoeter. Die is wat harder en zuurder. Ik vind die lekkerder. Oké. En jij? Ook die? Ja. Stel dat onze kantine biologisch zou worden. Zijn jullie dan bereid om bijvoorbeeld iets meer te betalen om toch biologisch te kunnen eten in de kantine? Of denken jullie van, nou, laat het maar zo, lekker goedkoop? Nou, ik denk dat het vooral goed is.
iets harder praten? Ik wel. Ja, ik denk misschien dat het vanaf hangt veel duurder wordt. Ik weet het niet. Ja, ik op zich wel. Ik denk ook wel. Ik waar. Dat jullie het wel goed vinden. Ja. Wel even lekker, ja. En ik vind ook, ik vind sowieso dat het vlees wel belangrijk is als biologisch is. Omdat het dan beter leven is. Uit deze test blijkt dat er geen voorkeur is voor biologische producten. Veel leerlingen proeven of het verschil niet of ze vinden de biologische niet per se lekkerder. En wanneer wij zij vroegen om of ze er meer voor over hadden om ervoor te betalen, was hun antwoord daarop eigenlijk nee. Omdat het om een extraatje gaat en men daar eigenlijk niet zoveel meer voor wil betalen. En zeer voor de groene kantine. En waarom? Omdat ik ook opgegroeid ben met volkorenbrood en met lekkere spruitjes en volkoren tomaten en groene tomaten. Alex en Philip, welkom. Even een paar vraagjes. Wat vinden jullie van duurzame ontwikkeling? Ja, mag ik beginnen? Ja. Dan ik vind het heel belangrijk. Het is een belangrijk project hier op school. Want voor onze voortbestaan is het heel belangrijk dat wij op dingen opletten. Ga je lang wachten? Zeg gewoon doei. Nee. Zeg het! Dag. Wat duurzaam eten?